Hey, welkom weer bij een nieuwe episode van Queen Goddess Roadtrip. En ik zit naar mezelf in het scherm te kijken. Ja, als je de podcast luistert, zie je het niet, maar ik match goed in mijn interieur van mijn praktijk. Ik heb een paars-roze trui aan met een roze achtergrond. Ziet er ineens, ik vind het er heel grappig uitzien. Ik dacht, zal ik hier wat anders aantrekken als zwart? Want ik zag mijn filmpjes terug en dat ik elke keer zwart aan had. En ik neem het nu nog per week op. De planning is om dat meer in segmenten op te gaan nemen. Maar dan moet ik mijn eigen planning een beetje voor omgooien. En dat is nog niet van gekomen. Maar ik zie dus elke keer dat ik een podcast opneem, dat ik iets zwarts aan heb. Het is niet dat ik altijd zwart draag, maar ik heb toch wel veel zwart. Of meestal is de bovenkant zwart en de onderkant een kleur. Maar goed, dat was iets wat me opviel. Dat gaat ook eigenlijk helemaal nergens over. Daar wil ik het ook helemaal niet over hebben, over mijn kleding. In deze podcast. Waar ik het wel over wil hebben, is tips hoe je je menstruatiepijn, moeilijk woord, kan verlichten. Is ook een van de vragen die ik de afgelopen tijd heb gekregen. Die ik heel vaak voorbij zie komen in verschillende vormen natuurlijk. En ik dacht, ik ga er eens een keer een podcast over opnemen. Of een video. Wat je kan doen om de pijn te verlichten. Want 30 tot 80% van de vrouwen heeft menstruatiepijn of heeft PMS-klachten. PMS heb je vaak voor je menstruatie. Je kan ook PMS na je menstruatie hebben of tijdens. Over het algemeen hebben de meeste vrouwen het voor hun menstruatie. Dan heeft het te maken met je lever. Tijdens heeft het te maken met je nieren. En na je menstruatie heeft het meer te maken met je spijsvertering. Er zijn orgaansystemen die daaraan gekoppeld zijn. Menstruatieklachten aan zich hebben over het algemeen ook te maken met je lever. Je lever speelt er een hele belangrijke rol in. Omdat je lever een heel belangrijk orgaan is voor je hormoonhuishouding. Ik heb daar een blog over geschreven. Dat gaat meer over PMS. Maar dat heeft hier ook betrekking op. Dus die zal ik even linken hieronder. Of in de show notes als je de podcast luistert. Ik heb aantekeningen gemaakt. Dus af en toe kijk ik even op mijn blaadje. Om mijn verhaal helder te krijgen. En helder over te brengen. Want het eerste stuk wil ik eigenlijk ook een beetje een technisch verhaal vertellen. Over je lever. Want die zorgt dat afvalstoffen afgevoerd worden. En afvalstoffen. Je lever breekt heel veel stoffen af. Niet lichaams-eigen stoffen breekt je lever af. Of bijvoorbeeld hormonen die hun werk gedaan hebben. Om het heel plastisch uit te drukken. Dat gaat allemaal veel ingenieuzer natuurlijk. Maar ik hou er altijd van om het wat makkelijk uit te drukken. Hormonen die niet meer, of die hun werk gedaan hebben, die uitgescheiden mogen worden. Afvalstoffen van je hormonen, die breekt je lever af en zorgt dat het met een beetje gal, met wat pancreassap, naar je dunne darm wordt afgevoerd. Waarna het naar je dikke darm gaat en uiteindelijk als ontlasting in het toilet terechtkomt. Dus je lever speelt een grote rol in de afbraak van hormonen. En over het algemeen, als er klachten zijn aan die menstruatie, dat heeft met heel veel facetten te maken, maar speelt de lever daar vaak een rol in. Dat is in ieder geval wat ik in mijn praktijk zie. Want wat er vaak gebeurt, is dat de energie tijdens onze menstruatie naar beneden afgevoerd moet worden. Naar je baarmoeder, de aarde in. Vroeger was het zo, en dan praat ik echt over eeuwen geleden, voor Christus misschien zelfs wel, dat na Christus niet eens meer deden, maar heel lang geleden, gaven vrouwen hun bloed aan de aarde. Misschien ken je de Red Tent wel, de rode tenten, die worden door het hele land gegeven, groepen vrouwen die bij elkaar komen. De Red Tent is ook een boek en het is ook verfilmd. Het heeft een post op Netflix gestaan, een miniserie, maar er staat er nu al een post niet meer op. Maar er is ook een boek van Anita Diamond, of Diamant. Daarin, het is een heel mooi boek, echt een aanrader, een roman. Maar daarin gaat het over dat vrouwen in een rode tent zijn om in hun maan om daar te gaan bloeden. Om daar
hun menstruatie te hebben. En dit aan de aarde af te geven als voeding voor de aarde. En vanuit daar gewoon weer natuurlijk verder trekken. Ergens in de geschiedenis is er ingekomen dat het onrein is om te bloeden. Dat rode tenten gezien werden, dat vrouwen in de rode tent moesten omdat ze onrein waren. Dat is helemaal niet waar. Het was een vereringsplek. Mannen mochten daar niet komen. Of ja, kleine kinderen, jongens nog wel, tot een bepaalde leeftijd. Maar daarna mochten ze daar ook niet meer komen. En het was een verering voor de vrouw. Een verering voor de aarde. En om ons bloed aan de aarde te geven. En ik weet niet waarom ik dit vertel, want dat heb ik helemaal niet opgeschreven. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat daar een stigma op is gekomen dat dat vies is, onrein is, ongesteld. Betekent ook letterlijk onrein zijn, niet gesteld zijn. Ik heb het net nog met een cliënt erover gehad. Dat het heel belangrijk is om het woord ongesteld niet meer te zeggen. Want hoe vaak je dat zegt, of let er maar eens op hoe vaak je dat tegen jezelf zegt, als je dat nog zegt. En elke keer zeg je dat je niet oké bent, dat je vies bent. En hoe voelt dat voor je lichaam als je dat elke keer zegt? Dus dit is eigenlijk mijn nummer 1 tip die ik niet eens heb opgeschreven volgens mij. Maar schrap het woord ongesteld, want dat is echt de boosdoener nummer 1. Want dat zorgt ervoor dat je van je lichaam verwijderd wordt. En dat je niet meer in verbinding bent met je baarmoeder. En dan weet ik ook weer waarom ik op dit verhaal kwam. Want het proces met je menstruatie is dat we het afvoeren naar de aarde. Het teruggeven aan de aarde. Ik geef mijn bloed letterlijk terug aan de aarde. Aan mijn planten. Soms doneer ik het aan het water. Of zet ik er intenties mee. Je kan heel veel met je bloed creëren. Maar dat hoef je helemaal niet te doen. Als je dat nog een beetje gekkig vindt of niet fijn vindt. Maar het in ieder geval loslaten is heel erg belangrijk. En wat er vaak gebeurt als je erop zet dat je ongesteld bent, zegt. Of dat je het niet fijn vindt dat je menstrueert. Of dat je een haat-liefdeverhouding mee hebt. Of misschien meer een haat dan een liefdeverhouding. Dan sluit je jezelf af van je baarmoeder. Dan kom je niet meer in contact met je buik. En dat is, kan van moeder op dochter doorgegeven worden. En dat is ook wat er in onze maatschappij heel erg gebeurt. Dat we niet meer in contact zijn met onszelf, met onze baarmoeder. Waardoor die energie naar boven gaat stijgen. En daar heeft de lever zijn rol weer in. Want de lever zorgt voor de energie in ons lichaam. En als de energie naar boven gebracht wordt, dan krijg je stuwing in je lichaam. En dan gaat het naar boven. Dan krijg je dus ook vaak PMS-klachten of hoofdpijn of migraine rond je menstruatie. En vaak als je menstruatie doorbreekt, zak je, want dan helpt je lichaam je om het af te voeren. En dan zijn vaak ook veel klachten over. Net zoals dat migraine vaak over is als de menstruatie doorbreekt. Want dan gaat letterlijk het vat open. Of de tap open, hoe je het maar wil noemen. En dan kan de opgebouwde energie die eigenlijk van tevoren al via je benen afgevoerd had mogen worden de aarde in. Kan door je menstruatie afgevoerd worden. Niet bij iedereen gebeurt dat. Dus dan blijft die stuwing en dan ja, dan is eigenlijk een energetisch. Het is niet zozeer fysiologisch, fysiek zichtbaar. Maar het is meer energetisch dat je energie omdraait. En dat de stuwing naar boven gaat. En waarschijnlijk, ik vertel dit vaak aan cliënten. Die herkennen het allemaal. Dus misschien herken je het zelf ook wel. En wat daar aan vooraf gaat, is dus het woord ongesteld niet meer zeggen. Ik zeg, ik ben in mijn maan. Of ik heb mijn menstruatie. Menstruatie is wel een woord dat iedereen kent. Dus als mensen niet zo bekend mee zijn, dan zeg ik vaak, ik heb mijn menstruatie. Maar ik spreek met vriendinnen of met Bart. Die neem ik hier ook natuurlijk in mee. Zeg ik ben in mijn maan. En dat voelt veel fijner. Dat voelt veel zachter. Dat voelt veel meer in contact met mezelf. En ik heb echt al zoveel berichtjes gekregen van in de afgelopen jaren van vrouwen die
niet eens cliënten, maar gewoon vrouwen die mij volgen of hebben gevolgd. En door dit woordje te veranderen of niet meer te gebruiken, dat er gewoon klachten verdwenen zijn. En het hoeft niet te betekenen dat alles verdwijnt, maar dat je in ieder geval al meer in contact komt met jezelf. Want elke klacht is eigenlijk een signaal van je lichaam dat er iets niet stroomt. Dat er iets niet werkt, niet goed gaat. En je lichaam wil graag aandacht van je. Dus als je daarnaar kan luisteren, kan je al heel veel klachten elimineren. En als je klachten blijft houden, moet je natuurlijk altijd naar de huisarts gaan. Want er kan ook wat anders aan de hand zijn. Dus het is ook goed om dingen te laten checken en uitsluiten. Oké, de tips. Nou, de eerste heb ik al genoemd. Een andere ontzettend belangrijke is een inkoppertje eigenlijk. Maar wordt zeker voorafgaand aan de menstruatie niet altijd gedaan. En dat is gezond eten. Het is ontzettend belangrijk om genoeg groentes, genoeg fruit, genoeg vetten binnen te krijgen. Genoeg magnesium binnen te krijgen. En genoeg andere vitamines en mineralen natuurlijk. Om te zorgen dat je lichaam genoeg energie heeft om het bloedverlies op te vangen. Want hoe je het wil wenden of keren, als je in je menstruatie bent, in je maand bent, je verliest bloed en de ene vrouw verliest weinig, de andere verliest veel. Dus daar zit natuurlijk ook altijd een verschil in. Maar je energie gaat naar beneden, want je verliest wat. Je bent iets aan het afscheiden. Je bent ergens afscheid aan het nemen. En daarin mag je ook, je moet daar gewoon goed voor jezelf voor zorgen. Dat je genoeg energie haalt uit andere dingen. Dus genoeg vetten, genoeg eiwitten, genoeg vitamines, mineralen, zaden, peulvruchten, noten eten. Om te zorgen dat je lichaam goed gevoed is. En ik weet dat heel veel vrouwen voor hun menstruatie juist meer gaan snaien, juist meer behoefte hebben aan chocola of aan koekjes of aan andere dingen en dat gaan eten. Of PMS, als je meer emotioneel bent, om je meer met suikers te gaan voeden, om een bepaald gevoel op te vullen. Maar wees je bewust, als je dat doet, dan maak je eigenlijk je klachten alleen maar groter. En het is een cirkel waar je in zit, een vicieuze cirkel. En het is in eerste instantie belangrijk om daar bewustzijn op te hebben en dan om eruit te stappen. Om wel voor jezelf te gaan zorgen en te kiezen voor gezond eten. En als je behoefte hebt aan chocola, is dat helemaal prima. Want over het algemeen heeft het dan met magnesium te maken. Maar kies dan niet voor Milka chocola, maar kies gewoon voor een hele goede, pure chocola. Van minimaal 78% cacao erin. Want dan voed je ook echt je lichaam. Met geen suiker of heel weinig suiker. Want dan voed je je lichaam. Maar als je, ik noem maar even Milka chocola neemt. Of melkchocola. Of ik heb ook wel eens pure chocola van de Albert Heijn. En dan kijk ik achter op de ingrediëntenlijst. En dan zit er behoorlijk wat suiker in. Dus check dat gewoon goed. En zorg daarin goed voor jezelf. Zorg, als je dit lastig vindt, vooraf al dat je de producten die slecht voor je zijn niet in huis hebt. Want daarmee help je jezelf uiteindelijk alleen maar. Dus gezond eten. Suikers is de tweede. Die hangt hier eigenlijk natuurlijk een beetje aan vast. Want vaak als je PMS-klachten hebt en behoefte hebt aan zoetigheid en dingen, is het met name suikers. En suikers zijn ontzettend slecht voor ons lichaam. Dan heb ik het voornamelijk over de snelle suikers. Suikers hebben we nodig, koolhydraten heb je nodig. En, dus dat is aan zich niet erg. Maar over het algemeen, als je cravings hebt rondom je menstruatie, heb je behoefte aan snelle, lege suikers. Die niet bijdragen aan je gezondheid, die niet bijdragen aan je emotionele gevoel. Want uiteindelijk, je voelt je waarschijnlijk heel eventjes fijn en daarna zak je nog dieper weg. Dus zorg dat je zo min mogelijk suikers eet. Want dit is ook moeilijk te verteren voor je lichaam. Je lever heeft het hier zwaar mee. Je alvleesklier heeft het hier zwaar mee. En ze hebben juist de energie nodig voor je menstruatie. Dus je werkt jezelf eigenlijk tegen hiermee. E-nummers horen hier ook een beetje bij. E-nummers zijn additieven. Tegenwoordig
wordt er niet veel meer een E-nummer vermeld, maar worden er allemaal namen vermeld. Maar vooral eet puur. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je mijn liefdevolle detox hebt gekocht, kan je die aanhouden. Zo puur mogelijk eten. Onbewerkt voedsel eten. Nou, genoeg groente en fruit heb ik net al gezegd. Maar als je behoefte hebt aan zoet, kan je ook een gevulde dadel met tahin maken. Daar zitten heel veel voedingsstoffen in. Er zit ook suiker in, maar goede, gezonde suikers. Waarmee je ook nog vullend bent voor je systeem. Waarmee je jezelf echt gewoon kan een bedding kan geven. Pure chocola in plaats van melkchocola, heb ik net ook al gezegd. Of witte chocola. En echt goede pure chocola. Of goed, nee, niet zozeer. Ook goed natuurlijk. Maar in hoge cacao. Love Choc is bijvoorbeeld rauwe cacao. Is eigenlijk de beste chocola voor rondom je menstruatie. Maar er zijn genoeg merken die ook echt pure chocola hebben. En check daarbij echt of er niet al te veel suikers in zitten. Want soms pure chocola is veel bitter. En dan gaan fabrikanten die bitterheid naar beneden zetten met suiker. Of dan gaan ze die bitterheid, minder bitter maken met suiker. En dan ben je eigenlijk, dat werkt averechts. Dus zorg ervoor dat er echt ook zo min mogelijk suiker in zit. En als je naar een ingrediëntenlijst kijkt van elke verpakking. Hetgene wat vooraan staat zit het meeste erin. En hetgene wat achteraan staat van de lijst zit er het minste in. En als suiker in een van de vier eerste producten zit, of inhoudstoffen zit, dan zit het er best veel in. Het wisselt natuurlijk. Kijk, als suiker als vierde wordt genoemd en het is het laatste ingrediënt, dan is dat minder dan het eerste. Maar cacao moet er altijd het meeste in zitten. Even kijken. Ook nog een hele belangrijke. Geen alcohol of drugs, heb ik ook opgeschreven, voor en tijdens je menstruatie. Want het geldt eigenlijk een beetje hetzelfde bij als met suikers. Dat is ontzettend belastend voor je lever en voor je hele lichaam. En dat kan echt voor een gigantische klap zorgen in je menstruatie. Ik heb het zelf laatst nog meegemaakt. Ik had een feestje en een paar wijntjes gedronken en twee, geloof ik, of drie. Meer kan ik niet tegen. En de dag daarna kwam ik in mijn maan. En ik was echt beroerd ervan. En gewoon buikpijn en pijn in mijn benen. En toen dacht ik, oh ja, het komt door de alcohol. Omdat mijn lichaam dat al moest verteren. En dan is mijn menstruatie echt te veel. En je helpt jezelf er gewoon mee door het niet te doen. En weet je, soms... ik ben ook niet perfect. Soms komt het niet uit. Maar weet dat je jezelf er echt tekort mee doet. Dus gun jezelf dat. Of het feestje op een ander moment te doen. Je menstruatie uitstellen. Het lukt me soms wel met als ik op vakantie ga. Dat ik vraag of het wat eerder of later kan. In dit geval was het me niet bewust. Dus ik had er niet echt goed over nagedacht. Dus had het ook uitstellen ook niet echt zin. Maar gun jezelf gewoon het bewustzijn om dan geen alcohol te drinken, maar iets anders te drinken. Of geen drugs te nemen of iets dergelijks. Want het helpt je echt. Het gaat je gewoon ontzettend helpen. De vierde, vijfde geloof ik. Genoeg slaap. Ook een inkopper. Maar met het slapen regenereert je lichaam. En kunnen de afvalstoffen makkelijker afgevoerd worden? Kan je lichaam haar werk doen om alle afvalstoffen af te voeren? Om je lichaam weer te vitaliseren? Dus slaap is ontzettend belangrijk. Dus ga op tijd naar bed. Gun jezelf dat. Om in de tijd rondom je menstruatie echt gewoon op tijd naar bed te gaan. En voor mij geldt dat 9 uur slaap per nacht. Dus dat ligt er een beetje aan hoe laat ik moet opstaan. Of bijvoorbeeld als Bart vroeg op moet, dan
En ik red dat niet omdat we wat later naar bed zijn gaan. Dan blijf ik bewust langer liggen. Dat is een voordeel van eigen ondernemer zijn. Maar als je gewoon op vaste tijden moet werken, reken dan terug hoe laat je naar bed moet. En als dat betekent dat je in de avond gewoon wat minder tijd voor jezelf hebt, gun jezelf dan die tijd dat je ook wat eerder naar bed gaat. Want het gaat je echt helpen om je gewoon beter te voelen en makkelijker door je menstruatieperiode heen te bewegen. Zonder een strijd. Maar als je dat in samenwerking met je lichaam doet, dan hoeft het ook totaal geen strijd te zijn. Dan is het een heel fijn cadeau om gewoon samen te zijn met jezelf. En want je menstruatie is dé periode om in contact te komen met jezelf. Omdat je buik al zoveel aandacht vraagt, dan weet je waar je naartoe mag gaan. En neem daar dan ook de tijd voor. Ondertussen gaat hier de lamp op de hal uit. Dus en mijn scherm een beetje wazig. Zo. Dus dat was wat lichtflikkering. De zesde. Maak ruimte voor jezelf. En dit is een hele belangrijke. Ik had het er net ook nog over met een cliënt. Je hoeft niet in je menstruatietijd, al die dagen dat je menstrueert, helemaal niks te doen. Maar je mag ook niet van jezelf verwachten dat je in je menstruatietijd net zoveel kan doen als in je ovulatietijd. Of in de fase, je pre-ovulatiefase. Dat is, ik denk wel, een van de grootste leugens die reclames vertellen over maandverband en tampons. Dat je altijd maar aan moet staan. Dat je altijd maar naar feestjes moet kunnen gaan. En dat als je always gebruikt, dan kun je dan kun je de hele dag aan en dan kun je de nachten lang door dansen en weet ik veel wat. Dat is helemaal niet de bedoeling als we in onze maan zijn. Dan is het de bedoeling dat we in die tent zijn met onze zusters en in contact zijn met de aarde en met ons lichaam en verhalen vertellen en samenkomen op een hele rustige, fijne manier. Dus het betekent niet in je, als je in je menstruatie bent, dat je helemaal niks kan doen. Maar kies ervoor om in plaats van naar de stad te gaan. Nou, nu in coronatijd kan dat niet. Maar ik doe er even alsof corona er niet is en dat we lekker kunnen gaan dansen in de stad. Dat je dat doet op momenten dat je meer energie hebt. In de andere drie fases, of eigenlijk in de andere twee fases. In je pre-ovulatie en in de ovulatiefase. En dat je je menstruatiefase meer gebruikt om samen te komen thuis met vriendinnen. Om een high tea thuis te organiseren. Of een rode tent samen thuis te doen. Of gewoon gezellig met een kop thee op de bank te gaan kletsen. Dat kan natuurlijk wel allemaal. Alleen is het heel belangrijk om je eigen lichaam in acht te nemen. En als je behoefte hebt om alleen te zijn of om op tijd naar bed te gaan, dat je daar ook gehoor aan geeft. En het is ook ontzettend belangrijk dat je agenda gewoon wat leger maakt. Dat je wat meer tijd voor jezelf hebt. Ook overdag. Zover dat mogelijk is natuurlijk. Of ook al werk je in loondienst. Dat heb ik aan het begin toen ik in mijn reis zat. Zat ik ook gewoon in loondienst. Maar dan ging ik tussen de middag even een blokje om. Of dan ging ik mijn koffie, in plaats van achter mijn bureau, ging ik even naar buiten. En dan deed ik alsof ik rookte, tussen aanhalingstekens, want ik rook helemaal niet. Maar dan ging ik even een rookpauze houden, zei ik. Want dan even een frisse neus, gewoon 5 minuten naar buiten. Even niks, niet achter mijn bureau zitten. En gewoon dingen, of dingen voor mezelf doen, maar gewoon even in contact zijn met mezelf. En dat zijn zulke kleine momentjes die jezelf moet gunnen. Eigenlijk. Of een voetenbadje. 'S Avonds doen als je thuis komt uit je werk. Of je werk gewoon niet op de 120% dat je altijd doet. Maar misschien 80%. Wat ook oké is. Gewoon een iets lager tempo. Zodat je niet alleen maar naar buiten schiet. Maar zodat je in contact bent met jezelf. En als laatste. De achtste of de negende. Producten zonder hormoonverstorende stoffen gebruiken. En dit gaat
heel ver en heel breed. Want er zitten in heel veel producten hormoonverstorende stoffen. Denk aan plastic bakjes. Nou zijn er al steeds meer BPA-vrije bakjes of flesjes waar water in zit. Maar denk ook aan als je eten uit een blik hebt, bijvoorbeeld kikkererwten of kidneybonen of iets dergelijks. Dat er aan de binnenkant van de blikken vaak ook een laagje met iets van BPA zit. Dus het is beter om producten uit glas te kopen. Het is ook beter voor het milieu. Maar ook voor je interne milieu. Alle plastic wat over in het eten zit. Eten in een magnetron opwarmen is sowieso al niet zo handig. Maar ook dan uit die plastic bakjes kan het eten, kunnen de stoffen dan in het eten komen. Doordat je het verwarmt. In cosmetica zit het ook heel vaak. In parfum wou ik zeggen, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar check vooral de verpakkingen. Douchegel. Shampoo. Maar ook andere haarspullen. Gezichtscreme. Noem maar op. Overal kunnen hormoonverstorende stoffen in zitten. En als je je hier bewust van wordt, dan word je helemaal knettergek. Dus begin gewoon ergens en ga dat steeds verder uitbouwen. Ook al weet je dit, pak weer een nieuw iets. Want overal zitten hormoonverstorende stoffen in. En het is een zegen als je dit allemaal uit je leven kan halen. En ik moet zeggen dat ik denk ik ook niet alles uit mijn leven heb. Maar af en toe sluipen er ook weer dingen in. Maar bewustzijn is stap 1. En vanuit daar kan je weer andere keuzes maken. Denk ook bijvoorbeeld aan vlees. Als je veel kiloknallers koopt. De dieren krijgen ook groeihormonen om te zorgen dat ze snel groeien. Zodat ze snel kunnen slachten en dat er snel een pak vlees op in de supermarkten ligt. Maar er zitten weinig voedingsstoffen in. En de hormonen die de dieren ingespoten krijgen, die krijgen wij ook op ons bord. Of jij misschien, want ik eet het niet. Maar degene die dat eten, krijgen dat ook op hun bord. Hetzelfde geldt voor vleeswaren. Daar zitten heel veel hormoonstoffen in, vrije radicalen in. Even denken, popt er nog iets bij me op? Nou ja, ik heb al heel veel genoemd. Maar dit is echt iets wat, zeker als je dit jarenlang gebruikt. En ik ben uit de generatie van de pakjes en de zakjes. En mijn moeder kookte daarmee en inmiddels niet meer, gelukkig. In het makkelijk en al dat soort eten. Maar daar zitten ook echt veel hormoonverstorende stoffen in. Alle E-nummers en dingen. Dus probeer als dit allemaal nieuw voor je is, stap voor stap dingen uit je leven te elimineren. En kijk, begin gewoon met iets wat heel makkelijk is. En vanuit daar door te bewegen. Je hoeft niet alles in één keer aan te passen. Goed, dit waren mijn tips eigenlijk. En het zijn eigenlijk misschien best wel open deuren. Maar ik weet vanuit mijn praktijk en vanuit eigen ervaring en van wat ik in mijn omgeving zie, dat het echt lastig is soms om dit soort dingen vol te houden. Omdat we makkelijk in oude valkuil stappen. En dat je het misschien wel weet of sommige dingen weet. Maar het doen is het vaak een tweede. Dus daar wil ik je weer bewust van maken. En je hoeft niet al die punten af te gaan. Maar kies er 1 of 2. Nou, weet je, op tijd naar bed. En soms kun je ze wel allemaal doen. Want het zijn ook geen ze zijn allemaal goed voor je systeem. Maar het gaat erom dat je jezelf waardevol genoeg vindt om goed voor jezelf te zorgen. En een keertje nee te zeggen als je een wijntje wordt aangeboden op een feestje. En je hoeft er helemaal geen reden bij te geven. Maar dat je wel voor jezelf voelt, wil ik dit? Of is dit beter als ik het even niet doe? Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. En ik heb nog iets wat je kan downloaden. Een kruidenrecept voor een thee die je kan drinken tijdens je menstruatie. En ik heb een aantal kruiden uitgezocht die ervoor zorgen dat je
meer in contact komt met jezelf. Dat je baarmoeder aangezet wordt tot een lichte reiniging, ondersteuning eigenlijk. En een kruid wat voor een mantel zorgt. Vrouwenmantel heet het kruid ook. En dat kruid doet letterlijk, zorgt het voor een mantel om je heen. En het is een heel verwarmend kruid. En ja, ze zorgt ervoor dat je echt in je buik kan zakken. Echt in je vrouwelijkheid kan zakken. Daarnaast engelwortel. En engelwortel is mijn favoriete kruid. Als je me al wat langer volgt, dan weet je dat misschien ook wel. Want ik zeg dat heel vaak. Ze zorgt voor verzachting in je systeem. Engelwortel zegt het al. Engel en wortel. Dus voor mij is het hemel-aardeverbinding in mezelf, die in mezelf verankerd wordt. En van de engelwortel gebruiken we ook de wortel. Dus de wortel is ook echt nog eens een keer gegrond. Dus het is niet het blad of de bloem, maar de gegrond. Van de vrouwenmantel is wel het blad. En als laatste de Arctium Lappa, de grote klit of grote klis. Ik vind klit altijd wel leuk, lekker toepasselijk bij dit thema. En het is altijd heel grappig om te zeggen, want je ziet altijd mensen heel verschrikt kijken. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar grote klis of klit is ook een wortel. Daar gebruiken we ook de radix, de wortel van. En brengt je daarmee ook meer naar de aarde. Want elk facet van elke plant wat je gebruikt heeft een andere aspect. Dus bij de wortel of de bladeren of de bloemen of de zaden hebben allemaal zo hun eigen eigenschappen. En een wortel is sowieso in deze tijd, eind november, is het fijn om te gebruiken. Omdat we nu ook in de tijd zitten waarin we meer naar onszelf mogen zakken. We zitten ook vanuit het jaarwiel in de winter. Dus dat zorgt er ook voor dat we meer in ons lijf mogen zakken. En die wortels helpen daarbij. Grote klis reinigt licht over je nieren. Dus zorgt ook dat daar de aanzetting wordt gedaan. De reiniging wordt gedaan. En je huid. En je huid heeft meerdere eigenschappen. Maar je huid zorgt onder andere voor je begrenzing. Dus je voelt jezelf meer. Je voelt meer wat jij nodig hebt. En zorgt ook dat er meer duidelijk wordt wat de grens is tussen jou en een ander. Of tussen een ander en jou. Maar net hoe je het bekijkt. Maar dat je dus meer in je eigen huid gaat zitten. Meer, ook wat meer kan incarneren misschien in jezelf. Hoe de kruiden werken is altijd voor iedereen anders. Dit zijn wat meer generieke dingen. Vooral ook de dingen die ik zelf heb ervaren. Dus dat is het altijd met kruiden. Dat je het zelf mag gaan ervaren wat het met je doet. Dat zie ik ook altijd bij de kruiden die ik bij mijn cliënten inzet. Dat ze het zelf mogen gaan ervaren wat het doet. Want dat zorgt ervoor dat ze ook echt daadwerkelijk die reis met zichzelf maken. Je kan in hieronder de video of in de show notes een PDF downloaden waarin ik een recept heb geschreven. Het is heel makkelijk, want je moet het even koken. Wortels moeten altijd gekookt worden, want dan komt de werkzame stof komen daarin vrij. Je kan daarmee spelen met dat recept. Als je thee voor jezelf maakt, want het is een thee, kun je niet zo heel veel fout mee doen. Maar je mag niet meer dan 3 kopjes per dag drinken, omdat het anders medicinaal kan werken. En ik kan jou natuurlijk daarin niet begeleiden. Mijn cliënten begeleid ik daarin. Dus als er wat mee gebeurt, dan kunnen ze me altijd contacten. Maar als ik dit zo vertel, kan ik jou daar niet in begeleiden. Dus het is verstandig om daar niet meer dan 3 kopjes per dag van te drinken. Merk je verschil? Merk je iets wat niet fijn voelt? Merk je gewoon een bepaald gevoel? Stop dan gewoon. Want zo fijn werken kruiden. Je kan ermee stoppen en dan is het uit je systeem. Maar als je ermee door blijft gaan, dan gaat het ook een beweging in gang zetten. En misschien, of ben je nog niet toe aan die beweging, of is het geen fijne beweging voor jou. Of er kan van alles gebeuren. Dus neem je daar zelf daarin serieus. Als je een kopje thee drinkt, doe dat niet zo achterloos. Maar neem ook even een momentje voor jezelf en drink het op en voel wat het met je lichaam doet. Want het doet gelijk iets in je systeem. En als je
niks merkt of je voelt het, vindt het fijn, kan je gerust nog een tweede of een derde kopje drinken. Maar denk je, ik weet het niet, of je voelt je een beetje of een beetje unheimisch, of nou, er kan van alles gebeuren, stop dan gewoon. En dan is misschien één kopje of een half kopje gewoon prima en genoeg voor jou. Dus dat is echt voor iedereen anders. En dit is een mix, maar je kan ze ook alle drie los drinken. Je hoeft het niet te mengen, dat mag. Dus dat zijn eigenlijk, wil ik je meegeven als cadeau. En ga daar lekker mee een brouwseltje maken. Lekker als heks je eigen theetje maken en een brouwsel maken. En jezelf daarin verzorgen. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Dan kan je me een mailtje sturen op het mailadres wat ook hieronder staat of in de show notes. En als je suggesties hebt voor een thema of heb je een vraag voor een podcast, laat het me dan ook even weten, want dan neem ik dat mee. Ik wens je een hele fijne dag.